Robbie. Ik wist niet dat het zo koud was in Disneycraft. Ja. Hè? Vind je? Nou ja, die Beri, die Kenny, die heeft hier gewoon... Ja, die heeft een sjaaltje om. Wat? Ja, het is nou, misschien meer een siersjaal. Ja, ik hoop het ook. Welkom bij Disneycraft, mensen. Het heeft weer even geduurd, maar we zijn weer met een leuke video. En wat we gaan doen is achter mij en laat me lekker niet zien. Okay, people, let's go to work. Zo, en ik sloop dit lantaarnpaaltje, dat we even wat kunnen zien, wat meer kunnen zien. Want we willen namelijk een beetje een update geven aan de ondergang, want vorige keer hadden we ook de ondergang geüpdate. En er zijn al een hoop mensen aan het loeren hier. Hallo. En we hebben hier een vlaggetje gebouwd, een vlaggenmastje, toch, Roy? Ja, is het niet zo van een boot? Ja, zo'n stuk boot, lijkt het net, ja. Ja, wat ga je hier in doen? Oh. En dan is het echt zo'n een boot. Donker is. Oh. Snap je? Ja, ik wou gewoon een vlaggenmast doen, zeg maar. Gewoon random in de grond, zeg maar. Snap je? Nou, en de ingang is natuurlijk een beetje verouderd. Dus het leek me leuk om dit gewoon wat aan te passen. En gewoon wat gavers van te maken. Wat lijkt net een gevangenisketen dan een attractie. Zo, wat we beginnen. Want Dennis heeft ons gejoined in de team. Hallo Dennis. Hallootjes. En we gaan even kijken, want we gaan even een muur helemaal weghalen. Wat natuurlijk wel schokkend is, want we hebben deze attractie eigenlijk nooit geüpdate. En nooit, dat is wel even wennen, denk ik. En dat is bijna de enige echte haak weggehaald. Ja, nee, die laten we staan. Komt goed. Ik wilde niet. Even kijken, ik wil hier in de hoek, ga ik een toren maken dadelijk. Oh, iemand probeert mee te bouwen, zit. Ken die cool... Nee. Oh, en iemand staat gelijk... die Donald is leuk. Dat is zo'n kapiteinsdonaldje. En Dennis gaat alvast beginnen aan een soort van vernieuwd iets. Hè, Dennis? Ja, een klein soort berg die in een huisje zal lopen. Oh, leuk. Houten paal gebruik spruce wood, oak wood. En ik gebruik ook wat van stone, cobblestone. Of stairs, denk ik. Stairs. Gewoon de normale stone brick stairs bedoel ik. Ga ik ook gebruiken. En ik kan ook wat van ladder gebruiken dadelijk. Misschien erop als detail. Nou, zoals je kan zien zijn we bezig met de ondergang attractie. En de ondergang hebben we natuurlijk intern al helemaal aangepast. Maar de buitenkant niet. En ik vind, we gaan ook dat hele gebied gaan we gewoon helemaal leegmaken. En daar gaan we een soort piraten ideetje van maken. Dus een beetje een piraten themaatje komt daar. Ik zal niet heel veel verklappen, maar ik kan wel verklappen dat we in deze aflevering heel veel leuke dingen hadden gedaan. Dennis was eigenlijk al weg als medewerker helaas. Maar dit was eigenlijk zijn laatste dingetje waar hij aan meehielp bij ons in de server. Dus eigenlijk wel ook weer een beetje een historisch momentje. We hebben dus een beetje de ingang veranderd. We hebben een soort van piratendorpje bovenaan gebouwd. Kapitein Haak steekt uit dat dorp. Heel groot. En dat leek ons best wel gaaf. Want nu waren twee torentjes. Leek een beetje een kasteelidee. Dat was ook de bedoeling. Want ja, de echte Pirates of the Caribbean heeft natuurlijk ook een kasteelidee uitvoering. En het wordt gewoon tijd voor wat nieuws. Want dit is toch wel bijna een van de eerste attracties in het park. Dus een old school attractie. We gaan verder met... kijken naar de aflevering. Ja, dat ziet er al heel leuk uit zo, hè? Oh ja toch? Leuk. Ja. Kst. Weg. Doe laag. Die leuke vlag ook. Piraten. Het is lastig om een vlag te maken natuurlijk. Hallo. Jordi, je bent een beeldbassie. Oh, die boom van Peter Pan staat hier nog ook, hè? Die grote boom. Oh ja. Welke? Oh, die ja. Misschien dat we een... Misschien dat we daar ook nog wel een piraten ding van kunnen maken dadelijk. Maar even kijken nog of we dat kunnen aansluiten met een... dat je daarin kan lopen ofzo. Dat je die toren kan uitkijken. Dat is ook wel gaaf. Met zo'n hangbrug. Piraten hangbrug, joh. Lijkt je dat niet gaaf? Nee. Hangbruggetje. Ja, joh. Ik ga dat eens maken. Ik ben wel benieuwd hoe dat uitpakt. Ik ga het eens proberen, hè. Wacht even. Is dat leuk zo? Haal we die boom weg. Vaarwel, boom. Kom al je die boom weg? Oh, zonde. Hij heeft een tribuut gemaakt. De boom heeft zijn tribuut gemaakt. Weet je wat dat inhoudt, Robbie?
dat. Als een boom. Ja, dat die. Heb je hem niet opgeslagen? Gebruik. Oh, mensen gaan zelfs helemaal ondervallen. Kijk achter de schermen. Ik zal eventjes een. Oh nee. Beetje deur neerzetten hier. En de andere mensen hebben gewoon pech. Oké. Okay. Set grass. Doeg. Zo. Hoppakee. Wow, het is koud. Ik zal je nooit vergeten, mijn lieve boom. Inderdaad, het was een hele mooie boom ook. Zeker weten. Kijk hoor. Die mag die 1 worden. Nou, zoals je ziet zijn we nog wel een beetje stil. Daar mag die. Ja, wat zei ik? We zijn. Kijk hoor, 3. Ja, kijk hoor, 3. Vincent, hou op met praten. We zijn altijd een beetje stil aan concentreren met bouwen en aan het tellen. Dus vandaar dat we altijd. Weinig zeggen soms. Maar dit was een brug die we hadden gemaakt. En die brug moest van een ene toren naar een andere toren leiden. Ja, je klopt. Ja, je klopt. En die andere toren moest dan wat groter zijn dan andere. Stangbrug. En de Peterpanboom is daarom gesneuveld. Stond ook heel lang bij ons in het park. Zeker weten. En zo zie je dat ik ook een reling maak. Een reling gewoon netjes. Daar kunnen mensen dadelijk ook overheen lopen. En dit is gewoon een beetje voor de veiligheid. Bouwen wat hekjes neer die daar komen te staan. Een beetje beveiliging zo. De brug loopt ook nergens heen, gewoon een brug. Ja, nee, dat komt nog wel. Niet zo, hè? Oh. Gewoon een idee, hè, hangbruggetje. Ik vind dat je, als we die grot maken, dat je daar onderdoor kan. Naar dat gebied toe. Dat lijkt me gaaf. Vind je? Wat? Kijk, als we die soort van tunnel maken, zo. Dat je hier een soort boog hebt over de mensen heen zo. Dan ga je naar piratenthema gebied. Dat is wel leuk denk ik. Dat we daarop iets maken, ja. Wel gaaf denk ik. Kun je over die brug gaan dan? Nee. Ja, dadelijk. Als je dan in het gebouw gaat, zeg maar. Dan kan je gewoon naar dit gebouwtje toe. Maar dan wordt er gewoon een loopattractie en voor de pirate, zeg maar. Maar dit is zeg maar het idee van dat de mensen gewoon onderdoor lopen onder de attractie. Het is gewoon een grove schets dit. Dat kan ik heel lastig, ik vind het best wel lastig om te doen. Een bergidee, wordt wel een groot iets, joh. Er moet natuurlijk ook deur tussen, ja, er moet deur tussen, denk ik ook. Niet alleen maar koppels. En dat kun je dadelijk met replace doen, denk ik. Oh ja, inderdaad. Ik heb voor mij heel veel programma's openstaan, want mijn hele PC die vraagt ramgeheugen. Of het is gewoon de plek waar we zitten. Nou, zoals je ziet is dit dus de toren. Die is wat groter dan de andere, zoals ik had gezegd. En hieronder bouw ik wat ondersteuning, zoals je ziet. Dit is dus heel simpel eigenlijk. Het is gewoon van de ene kant naar de andere kant lopen. En dit piratenthema wordt dus een beetje interactie en mooie omgeving. Dit had ik gekopieerd, dit soort torentje. Zodat ik dingen moest slopen die er niet hoorden. En ik vind het wel een heel leuk gebied worden. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Laat in de comments ook weten wat je hiervan vindt. Oh, iemand heeft er al een gang in gemaakt. Een trappetje. Ja, iemand had dat stiekem gedaan. Ja, een beetje had ik wel gedaan. Ja, heeft Roby dat gedaan. Ja, leuk. Nou, Roby heeft dus stiekem even een trappetje gemaakt. Dat is het idee inderdaad. Maar dit kwam niet goed uit, dit gebouw. Zie je, het kwam niet goed in het midden. Dus ik heb hem eigenlijk nog eentje verbreed om het juist te hebben, want ik wou die brug niet verplaatsen. Dat is het luiheid. Zo, Jelle, jij mag daar niet op. Ja, Jelle, weg jij. Jij mag daar niet op, Jelle. Dat is verboden toegang. Probeer hem op te klimmen. Probeer het op te klimmen. Het was een klimop. Klimop bezoeker. Altijd die vliegendertjes. Stom, hè? Ja, je kan er niks aan doen, Dennis. Ja. Het is leuk soms. Ja, soms wel, maar soms ook niet. En hier is dit dus het torrentje. En soms wel. Ja, je ziet het. Roby bouwt ook nog wat. Hallo, Roby. Leuk. En lijkt net of ik nou... Hé, mijn mond beweegt niet. Nee, dit ben ik apart. Ik spreek dit apart in, hoor. Je denkt nou dat ik er ben, maar dit had ik eigenlijk op dat moment horen zeggen. Maar we zijn zo geconcentreerd met bouwen dat we gewoon helemaal niks zeggen. We houden onze snater. Roby zegt niks. Dennis zegt niks. We zijn allemaal geconcentreerd. Ik moet zeggen, je kan in de server kijken, want het ziet er al heel leuk uit. Maar de warp van de ondergang is weg. Het hele gebied wordt nog gerenoveerd. We gaan er nog video's over maken, dus blijf Disneycraft video's volgen om te kijken hoe het verder afloopt met dit themagebied van de piraten. Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik zal het zo afkondigen, de video. Ja, Roby, kan je lachen? Oh, daar komen ze op. Ja, nou, ik hou mijn mond. Doei! Ja, dat maakt niet uit. We kunnen niet ver weg.
Kunnen we toch niet meer op Leaves lopen. Dat is waar. Ga niet meer. Bij Dennis. Oh, Dennis heeft hier ook wat leuks gedaan. Schattig. Nou, zodoende deze uitbreiding in één keer. Mensen, ik hoop dat je het leuk vond deze video. Bedankt Dennis, bedankt Roy voor het helpen aan deze vooruitgang aan de ondergang. Graag gedaan. En bedankt voor het kijken mensen naar deze Disney aflevering. Doei doeg! Doei doei!